Deze beschouwing die is bedoeld met name voor oudere mensen en voor jongere mensen die verwachten dat ze ouder gaan worden en zich misschien bezorgd afvragen: ja, maar hoe zou dat zijn als je ouder bent? <laughs> nou, ik ben nu officieel wat ouder. Ik ben 60, ben ik al een half jaar en uh, bevalt me uitstekend. Daar gaat het dan ook over. De zegen van het ouder zijn. Dat is fijn. Ik sta echt te popelen om 67 te worden. En drie maanden. En dan hoef ik officieel niet meer te werken. En de vraag is of ik dan inderdaad officieel niet meer ga werken. Dat is maar de vraag. Misschien stop ik al met werken. Ga ik genieten van mijn pensioenrechten? Als ik die er nog heb. En inmiddels ben ik er al achter dat ik van een standaard AOW'tje kan ik denk ik wel rondkomen. Je krijgt als oudere, krijg je dus zo'n oudere pas, volgens mij. Zo'n Arnhem-pas. En dan krijg je een korting op de dit en een korting op de dat. Nee, geen enkel probleem, joh. Ja. En als ik dan nog goed ter been ben, en waarom zou ik dat niet zijn? Ja, ik woon nu... Uh, ik moet wel een paar trappen op, hoor. Dus uh, één, twee, drie, vier, vijf trappen moet ik op. Maar, ik, uh, een wandelstokje erbij of zo. Dan kom je een heel eind. Dus dan hoef ik ook niet te verhuizen. Maar, ik woon in zo'n oud flesje. Er komt geen lift. Dat is duidelijk. Er kan geen lift in. Maar dat is ook niet erg. Want ik heb het denk ik niet nodig. En doordat het zo'n oud flatje is, betaal ik uh, heel erg gezellig weinig huur. Kijk, en dat is weer leuk. En deze flats die zijn enorm gehorig. Dan kan je vervelend vinden. Aan de andere kant. Uh, ja, de, de buren horen alles. Dus je bent er ook behoorlijk veilig. Want huh? dus als je wat ouder wordt dan. Uh, ja, dan zou je een gemakkelijke prooi kunnen zijn. Ja, en ben je dat ergens in de achterhoek? In een verlaten steeg? Daar links achterin. En, en ja, dan hoort niemand je. Hè? En hier hoort iedereen je. Dus hij reuze gehoorig. Ja, die gezegening van het ouder worden. Dat viel mij dus een tijdje terug op. Het begon er al mee toen ik echt 60 was. En dat ik dacht, ja, nou ben ik echt 60. En nou, dat vond ik een mooi, uh, mooi rond getal, dat je weer wat verder bent. En daarna betrapte ik mezelf erop dat ik dat heel trots ging zeggen: van ja, ik ben 60 hoor. En er zijn nogal wat mensen en die vinden dan dat ouder worden dat dat dan uh, niet leuk is omdat uh, de jeugd voorbij is of, zo. of het, het wilde leven voorbij is of uh, ja dat soort verhalen hoor je dan hè? Van uh, eerst ging het goed met Piet. Maar toen werd hij oud. En toen is hij weggekwijnd. Achter de begonia's. Want toen vond hij er helemaal niks meer aan. Dat, dat hoor je toch? Nou, in mijn geval is daar geen sprake van. Ik ben ontzettend blij. En ik ervaarde het, het verschil. En al die dingen die ik zie als verschil, die ervaar ik als positief. dat het prettig. Bijvoorbeeld in de bus. Ik moet tegenwoordig dan vijf dagen in de week. Naar mijn werk. Dat is ongelooflijk. Ik heb nog nooit van mijn leven een arbeidscontract gehad. En nu is het dan zover. Ja, mensen is nooit te oud om wat nieuws uit te proberen. Dus ik heb nu een arbeidscontract. En dan zit ik dus elke ochtend om half negen, behalve op vrijdag. Dan zit ik al om half acht in de bus. En ik ga zitten. Dat kan meestal wel. En soms is de bus zo vol dat er mensen moeten staan. En die komen dan binnen nadat ik binnen ben gekomen. Dus ik zit dan al en dan komen de andere, andere mensen binnen. En dan denk ik van ja. Ik hoef niet op te staan voor jullie. Want ik ben ouder. Snap je? Terwijl vroeger. Dan zat ik dan natuurlijk ook. Als je dan een zitplaats is, ga je zitten. En dan komen er meerdere mensen in. En dan is er iemand en die is dan ouder. En dan ga je denken, dan ga je zo om je heen kijken. Van ja, staat er iemand op voor die persoon? Want als dat niet zo is, dan ga ik opstaan. En je wil ook niet de eerste zijn. Want je denkt, ja, als er een ander is die nog jonger is dan ik. En die staat op, dan, eh, dan is dat meer terecht. En, maar dat geeft zo'n onrustig gevoel. En ik heb daar nu helemaal geen last meer van, want ik denk, ja, zal mij wat batsen. Ik ben hier de oudste. En mij hoef je niet te laten staan. Kijk, snap je? Dat geeft een. Uh... Ja, dat is, dat is puur privilege. Hmm. En dan had ik ook zoiets: de afgelopen uh, november. Het was in oktober, was oktober, november, precies die overgang. Toen ben ik onder het mes gegaan. Toen hebben ze mijn linkerhand geopereerd. Ik had uh, het syndroom van Duputrain. Dat is niet per se een oude mensenziekte. Het is wel zo dat het een ziekte is die, die gaat niet meer weg. Dus. In die zin is het wel een oude mensenziekte, want als je hem een keer opgelopen hebt, dan kom je er niet meer vanaf. Dus het percentage mensen met Dupuytren dat neemt toe met de leeftijd, omdat het nooit meer voorbij gaat. Het is een, een versclerotisering, vind ik het dan maar, een soort verstening of zoiets. Maar het is, heeft te maken met bindweefsel en het gaat om je spieren en je pezen zitten en je handen gaan helemaal krom staan. Maar het is geen reuma. Het doet op zich niet heel veel pijn. En ze kunnen dus opereren. Dat hebben ze dan gedaan bij mij. En ik dacht van, ah, kleinigheidje. Maar dat is het helemaal niet. Die operatie was best ingrijpend. En toen kon ik vervolgens allerlei dingen niet meer, zoals mijn broek dichtknopen. Ik kon ook niet meer werken. Dat was ook zoiets. Ik kon echt niet meer. Dat. Nee, dat was behoorlijk ellendig. En toen kwam mijn dochter, die, die kwam dan langs om bijvoorbeeld de afwas te doen. Maar ook eten koken. Ja, ha, ha, ha. ga jij maar eens eten koken met één hand. Ga ze een ui snijden met één hand. Hoe wil je dat doen? Ga maar eens een aardappels schillen met één hand. Hoe wil je dat doen? Dus mijn dochter moest langskomen en die moest uh, van koken zijn. En het verband moest vervangen worden en nog wel wat meer dingetjes. Haha. Ah, ah. En toen zei ik tegen mijn dochter: van Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk zo, die ouderdom. Met al die gebreken. En mijn dochter keek me echt zo aan: van, uh, Ja, nou heb je nou ook nog, uh, worden we seniel of zo? En ik zou lachen. Ik zei: Ja. Het is dan wel weer zoiets om je druk over te maken van wat je nou weer mankeert. Ja, het is weer iets nieuws. Kijk, je gaat, je gaat er niet dood aan, zo'n Duputre. Maar het is zo'n kwaalsje. Dan heb ik ook nog zoiets, dat is ook zo'n ouderdomsding, volgens mij. Het is een spierreuma of fibromyalgie. Het is ook niet echt hel dat je dat aan iemand toewenst, maar je gaat er niet dood aan, punt 1. Dat is ook weer zoiets om je mee bezig te houden. Dat is typisch iets voor de ouderdom. De ouderdom komt met gebreken. En dat geeft je dan iets te doen. En dan kan je weer naar de dokter. En dan gaat de dokter allemaal zo kijken, van ja, ja. En ja, buigt u eens even. Oh, ja, zo. Je krijgt allemaal aandacht. Dat maakt je weer belangrijk, snap je? Heerlijk vind ik dat. Niet dat ik graag naar de dokter ga. Aan de andere kant, zo een keertje naar de dokter, als je inderdaad wat hebt. Ja, je kan toch bij die man even je verhaal doen. En ik heb een best een aardige dokter. Een antroposoof. En uh, die kijkt dan van: hey, oh, 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 en, uh, ja, maar dan denk ik zus en dan denk ik zo. En uh, daar leer ik ook weer wat van. En toen ik dus jong was, ja, ging ik helemaal nooit naar de dokter. Jonger was, ik ja, ben überhaupt met een dokter ben ik niet veel geweest in mijn leven. Anders dan, ja, voor andere mensen, dat je een receptje op kon halen voor je moeder of uh, dat ik voor mijn kind naar de dokter moest of uh, dat soort dingen. Maar ja, voor mezelf ging ik nooit naar de dokter. En nu dan... Uh, ja, heeft, heeft uh, meneer kwaadjes, hè? Ja, En dan dus wel. Ah. ah oké dan maar. En het is helemaal niet erg. Als je het niet erg vindt om even naar de dokter te gaan. En ja, dat vind ik niet erg. Dan krijg je aandacht. Zie je die mensen weer eens. Zit ik er in die wachtkamer. Ja, bedoel, ik hoef niet elke dag naar de dokter, maar, ja. en Binnenkort weer bloedonderzoek laten doen... En die dame van het bloedonderzoek, dat is best een aardig iemand. Dan maak je weer even zo'n praatje mee. Kijk, dat hoort dan ook bij die ouderdommen, dat je al dat gehaast en geren, wat ik vroeger had, dat is er helemaal niet meer bij. Daar heb ik ook helemaal geen zin meer in en dat hoeft ook helemaal niet. Ik heb weliswaar een molensteen om mijn nek dat ik een jaarcontract heb waarbij ik dan gevraagd word om zoveel uren in de week te leveren. Maar dat is maar 23 uur. Uh, niet niks natuurlijk, maar het is maar 23 uur. Het is gemiddeld minder dan vijf uur per werkdag. Ietsje minder dan. Hè? Heb je toch een hele vrije tijd die je dan overhoudt? Dus ik kan ook heerlijk uh, bij, uh, bij Wim, mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin. En dan gaan we even koffie drinken. Dus aanhalingstekens. En dan drie uur later. dan. <laughs> weer alle wereldproblemen doorgenomen en zo. En dan stap ik weer naar buiten. Ja, ik heb alle tijd van de wereld. Nou, alsof ik nu al met pensioen ben. Dan kan je nagaan hoe het straks gaat zijn. als ik echt niet meer hoef te werken. Dan krijg ik nog 23 uur erbij. plus die reistijd die je ook niet meer hoeft te doen. En dan aan de andere kant denk ik van ja, waarom zou ik tegen die tijd stoppen met werken? Als het werk zo doorgaat zoals het nu gaat, dan denk ik van, nou, uh, ik hoef niet weg. Maar dat zien we dan wel weer. Ik ben benieuwd wat ze dan, of het dan verplicht wordt, hè, dat als je 67 en drie maanden bent, dat ze je echt niet meer moeten op je werk, dat het niet meer mag. Of dat het facultatief wordt, hè? En dan krijg je natuurlijk geen AOW. Maar ja, dat heb ik nu ook. Als ik nu stop met werken, ik zal ook een of andere... Ja, kunnen verzinnen. En dan half naar uh, die lieve mevrouw gaan... van de uitkeringsverstrekkers hier in Arnhem. Dan krijg ik een uitkering. En dan heb ik hetzelfde als wat ik nu heb. Ja, dan heb ik uh, 50 euro minder in de maand. Echt niet meer, hoor. Ja, nou, misschien 100 euro minder, maar... Uh... Dat heb ik gehad. Dus voor het geld ga ik niet uh, elke dag naar, elke werkdag naar mijn werk. Dat is niet zo. Ik vind het wel leuk eigenlijk om te werken. En tegen die tijd misschien ook nog wel. Heerlijk vind ik het. En daar speelt dan ook mee dat ik die. Die drive die ik had... Namelijk dat ik... Uh, zakelijk gezien wilde ik een, een ding neerzetten. Daar was ik heel gedreven in. Dus daarom heb ik dus ook nooit voor een baas gewerkt. Omdat ik die vrijheid nodig had om... Zelf iets helemaal uit te werken en daarvoor te gaan. En... Uh, nou, waar die hele zakelijke avonturen op neer zijn gekomen, is dat ik tot de ontdekking ben gekomen dat de mensen zijn lui. Ook de mensen die zich jouw fanoot noemen. Iedereen is lui. Iedereen is liever lui dan moe. Dus ik merkte dat in mijn bedrijf: dan was er een project en dat, dat sukkelde helemaal in de modder. En dan gingen die klanten die gingen mij bellen. Oh, het project gaat helemaal niet goed en dit hadden we niet verwacht aan het begin. En uh, jij zei nog dat het zou allemaal goed komen. En uh, nou, en, uh, nou uh, uh, kan jij weer eventjes de komende vergadering erbij komen. Want uh, wij hebben het gevoel dat het geen fijn gevoel geeft. En nou, dan kom je erbij zitten bij zo'n vergadering. En dan hoorde ik al die verhalen dat ik... OMG! Oh, en dan ging ik meetrekken aan die kar... En dan trok ik dat project weer eventjes uit de modder en dan ging het weer. En dan zei ik tegen die lui: van, Nou, dan kan je nou weer aan de slag, hè? Nou, dan had ik mijn, uh, mijn mooie bilpartij nog niet omgedraaid. Of dan dacht men: hè, nou kunnen we nou weer niks doen. Kortom, ik heb het gehad. Met al dat gedoe, met dat samenwerken en, en laat me zitten. Ik wil helemaal geen bedrijf meer. Ik wil helemaal geen medewerkers. Ik klaar daarmee. En nu op mijn werk. Ja, ik val dan wel onder een baas. En die geeft dan ook aan wat hij wel wil en wat hij absoluut niet wil. En dat zie ik meer als een soort van parameters waarbinnen ik opereer. En voor de rest doe ik elke dag precies waar ik zelf zin in heb. Ik word geacht om een bepaald product te leveren en dat lever ik. Klaar. En die manager van mij, die laat me in die zin ook lekker vrij. Dat interesseert me dan ook helemaal niks. Dat vind ik ook wel goed. Dus als ik smorgens binnenkom, dan ga ik precies doen wat ik zelf. Uh, ja, ik heb zelf zo'n schema uitgedokterd. Van eerst doe ik dat en dan doe ik zus en dan doe ik lop en dan doe ik lop. En er zijn dan zijn er mega veel van die kleine dingetjes achter elkaar door. En dan ben ik lekker karen en ze doei allemaal. En als ik dan thuis kom, dan heb ik nog voldoende energie om mijn compiler op te starten en dan ga ik lekker programmeren. ga ik lekker werken aan mijn grote werk. Elke dag een paar uur. Heerlijk. En geen enkele druk meer. Het gaat niet meer om geld, want ik heb dus dingen gehad. Ik heb projecten onder me gehad waar het ging om tonnen in euro's. Man, ja, het is toch wel leuk dat het geldje om de oren vliegt en het is ook wel leuk dat je dan. Uh, nou, je financieel lekker warm erbij zit. Aan de andere kant, wat niet leuk is, is dat je ook een, een risico loopt, in die zin dat je het gevoel bekruipt: van ja, het moet wel goed blijven gaan. Het moet duurzaam goed gaan. Want als je zo'n zo leuk project van, van tonnen hebt binnengehaald, en dan komt een kink in de kabel of wat dan ook, en zoiets valt weg. Ja, en dan? Snap je? Stel je hebt zakelijk uh, een geweldige order binnengehaald. En in die house heb je een huis gekocht. Met een hypotheek. Van, uh, wat kost een hypotheek tegenwoordig? Verschrikkelijke bedragen. Ja, en dan gaat die, die klant die gaat Of die gaat reorganiseren. Of die wordt overgenomen. Een of ander horrorscenario. Waar je niks aan kan doen. Dan ben je de klant kwijt. En dan. Nee joh. En dat heeft ik nu allemaal niet meer. Ik heb eigenlijk alleen maar de leuke dingen overgehouden. Een steady inkomen en mijn fijne hobby, namelijk het programmeren aan iets heel erg moois. En voor de rest lekker leven. En lekker eten. Een beetje kletsen met mijn dochter. Slap ouwe horen met Wim Kruidentuin. Ja, wat wil je nou meer? Leuke collega's. En die hele... drive die ik had, hè, van... Eh, ik bouw wat op en dan wordt alles maar groter en dat wordt maar groter en dat wordt maar groter en dat wordt maar... Groter, en, dan wap, 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 en dan uiteindelijk dan een en poe. Ah, dat heb ik nu helemaal niet meer. En als je bezig bent met het opbouwen van zoiets, dan ben je stiekem al een beetje aan het denken van, nou, en hoe zou het zijn als straks alles bereikt is? Eh? Dan krijg je een hechting aan een toekomstig resultaat. Ja, maar dat is even lekker een slecht bericht. En dat heb ik nu helemaal niet meer. Het is nu zo dat als, bij wijze van spreken, als morgen mijn leven ophoudt. Dus stel, ik ga volgende week naar, stel, heel bizar verhaal. Ik ga naar de huisarts en voor even die controle van mijn bloeduitslag of zo. Hè? En hij zegt van, oh, maar dat is ook vreemd. Ja, zo te zien heb je nog 13,9 dagen te leven tenzij uh, die factor nog meespeelt, dan is het 14,1 dag te leven. Maar dan is het gebeurd. Dan zou ik iets hebben van, oh, oh, dus uh, nog twee weken dus. Ja, zeg maar, hij staat, ja, zo ongeveer. Dan zou ik denken, oh. Wow. Ja, nou, oké, dan maar. Ik het zou me echt. Ik zou wel denken. Ik zou dat zielig vinden voor mijn dochter. En. Nou, ik zou het ook wel zielig vinden. Voor, nou, voor mensen in mijn omgeving dan of zo. Hè? Maar voor mezelf? Het, er is niet nog iets wat ik zo nodig wil doen. Dat is het eigenlijk. Eigenlijk heb ik alles al gedaan. In zekere zin. Behalve dat wat ik nu doe. Want ik ben nog nooit van mijn leven ondersteuner geweest. in de geestelijke gehandicaptenzorg. Helemaal nooit. Ik heb nooit van mijn leven een baan gehad. En ik vind het hartstikke leuk wat ik nou doe. Het is voor mij allemaal nieuw. En... Ja. Maar al die grote dingen. Oh man. Ik heb gewerkt voor Apple International. Dat is eigenlijk de allergrootste account waar ik, altijd voor, waar ik ooit voor heb gewerkt. Dat is Apple Computers. En dan de internationale Europe uh, Department. Want je had ook Apple Nederland. Maar dat is op zich een kleintje natuurlijk. En ik werkte voor Apple International. Dus die uh, deden... Nou, dat snap je wel. Dat is natuurlijk iets groter. Hè? En dan heb je nog uh, Apple, de big guys, en dan zit je dus daarin. Uh, dat is Cupertino. Dat is het hoofdkantoor. Nou, ja, ik heb gewerkt in Wenen, en in Dublin, en in Helsinki. Maar nou, het dus, dus waren geen uh, stomme klussen, kan ik je vertellen. Dus, uh, uh, mooi werk. En goed betaald, jongen. 130 gulden per uur. Hè? Hoppakee. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal heusericht. Nee, 130 gulden per uur. Makkelijk hoor. En dan uh, 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 kosten. Hotelkosten, dinerkosten, zeg het maar. Het werd allemaal vergoed. Ik had ook een creditcard. Dat was wel handig. Zo'n Mastercard had ik. Voor mij had ik een goldcard. Lekker. Hoppakee. Overigens even creditcardje, man. Zot, zot, Handtekeningetje zetten. Klaar. En, en die bedragen, die werden dan afgeschreven. Dat ging allemaal met rekeningen en zo. Maar daar had ik helemaal niks mee te maken. Dat deed mijn boekhouder. Hé, hey, dan kan je lekker werken. Ik heb nooit in een Hilton geslapen. Maar wel in een Marriott. En wel in hotels vergelijkbaar met die uh, kwaliteiten... Ik heb in, een, in hotels bier zitten drinken. En dan kostte een glas bier 20 gulden. Dan was dat wel erg duur hoor, maar. Dat heeft Apple allemaal betaald. Zo blij waren ze met mij. En dat was echt niet één glaasje bier. Dat kan ik je wel vertellen. Ik schrok ook wel een beetje hoor, van dat bedrag. Maar het was niet meer terug te draaien. Ik kon moeilijk zeggen: van uh, hier is je bier terug. Hè? Dus... Toen dacht ik: van ach ja, nou, het staat toch op de rekening. Dus, ja. <laughs> ja. Ik heb zelfs eerste klas gevlogen. Bedenk ik mij nu in één Ik stond op een maandagavond. In de kroeg. Met uh, een aantal van die andere mensen. Die allemaal net als ik. Zo heel erg jong. En wat was ik toen? 30 of zo, hè. We gaan de wereld veroveren. En toen zei ik. Ja, ik moet morgen even naar Dublin. Even programmeren daar. Ja, nou, en ik dus morgens. Uh, in, naar Schiphol. En naar die, de First Class toe. Dat was de enige keer dat ik First Class gevlogen heb. En ik ging zitten. En. Uh, toen kwam er zo'n steward gelijk op me af. van... Uh, you look a bit confused, sir. May I help you? Zo ik Ik zat ergens mee te hannen. Nou, ja, dan had ik mijn plekje gevonden en toen zei die man. Uh, May I offer you a glass of champagne, sir? Echt! Half negen s morgens. Champagne. En die heb ik beleefd afgeslagen. Ik zei: nee, man, doe maar een kop koffie. Ja, ik moest de hele dag nog, uh, wist ik veel wat allemaal te wachten stond. Anyway, ik moest eerst naar uh, Parijs vliegen. En in. Nee, nee, zo ging ik niet. Naar Heathrow natuurlijk. Naar Heathrow en daar een vrouw ontmoeten. En die kwam uit Parijs. En ik kende de hele Heathrow niets, man. Oh, oh, oh. Het was nog even een verrassing met hoe je daar uh, van het ene vliegtuigding naar het andere vliegtuigding komt. Moest je met de bus, ja, wist ik veel. Maar dat ging allemaal goed. En s'avonds uh, om een uurtje of elf stond ik weer in diezelfde kroeg. Met diezelfde mensen een glazen whisky te drinken. En zei ik van ja, het was wel leuk in Dublin vandaag. <laughs> Jeetje, je wat een leven. En nu doe ik dat niet meer, en dat vind ik helemaal niet erg. Dat, uh, sterker nog, ik vind het wel best. Ik zou dat nu niet meer willen. Wat een onzin was dat, zeg. Hey, gelukkig doe ik dat soort dingen niet meer. En dan verdien je wel een hoop geld op zo'n dag. Uh, dat, 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 dat kan je wel voorstellen, dat tikt goed aan, alle 130 gulden per uur. Wat nu gelijk staat aan 130 euro per uur. Dat is toch een leuk uurtariefje of dat? En dan tik je er even 10 uurtjes, 11 uurtjes weg. Dus dan heb je toch op één dag heb je 1300 euro verdiend. Dat is altijd leuk, hè, op je balans. Maar dat doe ik nou niet meer. Ik verdien nu, uh, ja, je wordt niet echt stinkend rijk daar als schoonmaker. Maar ik verdien net genoeg. En dan krijg ik ook nog huurtoeslag en zorgtoeslag. Dus nou, klaar. Erg fijn. Deze verzorging staat dan. Ik ben op zich niet communistisch, maar. Ja, aan de andere kant, ze pikken natuurlijk van mijn bruto loon, dan pikken ze 300 in en dan krijg ik dus via de zorgdingensverrekening, komt er dan zoveel van terug. Ja, het is ook een beetje wat ik zelf natuurlijk. Uh... Het is een sigaar het eigen doos. Die uh, zorg- en huurtoeslag. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ze hadden me ook gewoon mijn bruto loon kunnen geven. Dan was er ook niks aan de hand geweest. Maar ja, dat mag dan weer niet. Ik vind het allemaal best. Ik hoef geen imperium meer te stichten. En met wat ik nu weet. Had ik destijds. Ook geen imperium willen stichten. Als ik toen, hè, toen ik dus allemaal zo wild was met mijn creditcard en, uh, en ik had die schoenen van. Uh, uh, iedereen had dan een, een bommel. Van bommel, die, 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 die dure schoenen uit Brabant. Maar ik heb ook gelopen op Van Lier. Die zijn nog een gaatje duurder. En die zitten nog iets lekkerder. En een pakken van de society shop. Ja, ik heb er allemaal in gelopen. En een mooie regenjas van Burberry. Mooie koffertjes van de Man. Maar voor mij hoeft dat allemaal niet meer. En ik weet nu ook dat toen ik het. Toen wilde ik dat dan allemaal. Maar dat komt omdat ik toen niet wist wat ik nu wel weet. Ja, die aanslagen van 11 september, uh, dat was helemaal niet zoals ze dat op tv vertelden. En dat is nog maar het begin van de dingen die niet zo zijn zoals ze je dat op tv willen doen laten geloven. Of beter gezegd, ze zitten de godganse tijd tegen ons te liegen. Dat is het grote probleem. En je hele aanwezigheid in deze maatschappij die moet in dat licht staan. Dat wij een overheid hebben die er heilig van overtuigd is dat wij, het volk, de allergrootste vijand zijn van de overheid. Dus degene met het geweldsmonopolie, die heeft ons verklaard tot de vijand. Ja. ha, ha, ha. <laughs> Wij mogen geen wapens. Nee, alleen degene die ons heeft verklaard tot vijand. die mag wapens. Ja, 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 ja. ja dat is lekker. Oorlog voeren. Ja. Je voert een oorlog en je vijand geeft je een verbod op wapens. <laughs> Ik zou zeggen, santé. Jeetje, mijn kreetje zou mijn oma wijlen zeggen. Mijn oma Zaniger. En wijle oma. Hé, hey, dat weet ik nu. En dus nu ben ik al lang blij dat ik nog leef. Dat... En al lang blij dat ik nog. Uh, dat ik niet op straat sta. En. en dat ik nog te eten heb. En... Ja, morgen ga ik weer lekker naar uh, Wim Kruidentuin. En... Gaan wij weer de wereldzaken doornemen? En koffie drinken. Hij maakt lekkere koffie, moet ik zeggen. En dan gaan we zijn check weer oproken. Want als ik bij hem ben, dan rook ik dus wel. Ik ben dan gestopt met roken, maar ik vind roken nog steeds lekker. Dus als de gelegenheid daar is, dan roken we er één of twee, of drie. Of vier. Dunne checkjes. En morgen lekker om acht uur beginnen. En dan tot twaalf uur werken. Ja, kijk. Zo kan het ook. Dus dan ben ik om half één. Sta ik weer op de keien hier in Arnhem. En dan ben ik zo vrij als wat. Hij ja, doet me dit leven maar. Ik ben en nuttig, en ik maak een hele hoop mee op mijn werk. En ik krijg complimentjes en een waardering. En ik word natuurlijk ook nog voor betaald, dus ik ben zelfstandig. Ik kan mezelf dus onderhouden. Dus ik hoef mijn hand niet op te houden als de eerste beste bedelaar. Nou ja, goed, ik heb dan die, uh, die spierreuma uh, of fibromyalgie of zo. En, maar dat moeten ze maar uitzoeken hoor. Daar verzinnen ze maar wat op. Uh, de, de heren, dames van de allopathische medische industrie. En trouwens, mijn huisarts is een antipersoof. Dus, uh. En ik maak me er verder niet zo'n zorgen over. Want het is niet uh, letaal. Dus of, hoe noem je dat? Ja, letaal. Misschien. Niet uh, met de dood tot gevolg of zo. Het is alleen een beetje pijnlijk. Meer niet. Dat overleven we wel. En het aller, allerfijnste. los van dus die, die maatschappelijke. ontwikkelingsdrang die ik had. waarvan ik dus nu weet dat het nergens op slaat. En nu weet ik dat je. als je in Nederland een onderneming wil gaan beginnen. en dat je jezelf wil invechten op de markt of zo. Jongen, dat kan helemaal niet. Echt niet. Als jij een, een concept uitdenkt waarvan jij denkt. Ja, dit is echt een goed concept. Ja, dit gaat uh, rollen. Ja, jongen, dan krijg je bezoek. En dan krijg je een aanbod en dan wordt de boel overgenomen. Want de hele business is wereldwijd al lang verdeeld. Onder degenen die het uh, in achterkamertjes en uh, in overlegjes, in bilderbergjes, groepjes, uh, die hebben het onderling al lang uitgeknabbeld. En je doet met die lui mee of je doet niet mee. Klaar. Ik weet wel hoe dat ging in de, in de automatisering: dat uh, dan waren er ontwikkelaars. Dat is wat ik gedaan heb. Hè, dus, computerprogramma's schrijven... en dan en in mijn geval... een eigen ontwikkelingssysteem ontwerpen. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Maar daar waren mensen redelijk succesvol in geweest. In het voorbeeld wat ik er nu noem. En die kregen dan bezoek van mensen van Microsoft. Nou, we zien dat je lekker bezig bent. Je hebt een leuke klantengroep. En uh, ja, we zien die business van jou wel zitten. En complimenten en alles. En ja, we vinden jouw bedrijf wel zoveel waard... En wat je dan kan doen, is dan, dan wordt dus je bedrijf overgenomen. Uh, jij mag dan directeur blijven. Maar dan is dat uh, niet, in een, ja, niet voor de rest van je leven. Maar je wordt voorlopig blijf jij directeur. En ja, dan moet je maar even goed in het contract kijken. Maar in principe, ze hebben je namelijk nodig voor de eerste tijd. Dus dan is het zelfs gewenst. Dat zullen ze er ook inzetten, dat als je tekent, verplicht jij jezelf tot je directeur blijft voor minimaal zoveel maanden. En daarna vervalt die verplichting. En als je dat dan eventjes goed doorleest, dan zal je snappen dat ze daarna de mogelijkheid hebben om je te wippen, als ze dat willen. En ja, dan kan je je handtekening eronder zetten. En als je je handtekening niet zet onder zo'n overnamecontract, dan word je eruit geconquereerd. Waarschijnlijk dat ze je tegen jou gaan vertellen van kijk, je kan maar beter wel tekenen. Want uh, uh, wij zijn al bezig om wat jij verzonnen hebt, om dat uh, zelf even te gaan programmeren. En dan gaan we jou concurreren met je eigen ideeën. Beconcurreren met je eigen ideeën. Die we van jou afgekeken hebben en ingepikt hebben. Maar dat kan jij niet aantonen voor een rechter. Want dat hebben we heel slim gedaan. En bla 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 bla. Dus nee, je kan niet een, zo machtig worden als Bill Gates. Hey, Bill Gates bijvoorbeeld, die kan helemaal niet programmeren. Bill Gates was een rijke luisjongen... Van die aristocratie, Amerikaanse aristocratie. In Amerika mag je geen hertog, hertogen en graven en koningen en zo. Dat mag allemaal niet. Dat is afgesproken in de grondwet. In de overeenkomst met Engeland destijds was dat afgesproken. Maar er is wel een aristocratie. In, natuurlijk is die daar, dat snap je zelf ook wel. De, de, de Old Boys Network, zullen we maar zeggen. Als je ook kijkt naar. Uh, we hebben hier in Nederland ook hoor. Maar er zijn dus bepaalde families. En die duiken iedere keer weer op als minister van Buitenlandse Zaken. En dan weer president en dan weer. Uh, neem de familie Bush. De familie Bush die zat al heel hoog in het Amerikaanse establishment. tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die hebben toen. Uh, heeft de, de familie Bush. Prescott Bush was dat. Die heeft geld op tafel gelegd. Dus een investering gedaan. In het Duitse Rijk. Die heeft geld geleverd aan de, de Nationaal Socialistische Partij. En dat geld, dat was geoormerkt en dat moest gebruikt worden. voor de bouw van concentratiekampen. Zodat dus je dat ook even weet. Maar zo zit het dus in elkaar. Hè? Zo werkt het allemaal met families. En zo was ook de familie Gates. Er was ook zo'n hele hotshot-toestand. En William B. Gates, de Third, heet hij, De Derde. Dat was zo'n jongetje die dan de hand wist te leggen op dat 8-bits operating system. En in een 1, 2 met. Uh, hoe is dat gegaan? Dat was volgens mij de, de marketingafdeling van IBM. Ja, dat was de marketing. Ja, dat heb ik al zeker. De marketingafdeling van IBM, die heeft het gedaan. Dat is de afdeling marketing, hè? Niet de afdeling uh, ICT of zo. Of product development. Maar de afdeling marketing. Van IBM. Die hebben de IBM PC gemaakt. De meest walgelijke computer ooit. Jeetje, wat was dat? Een afschrikwekkend apparaat. Waar ze ook binnen IBM met een grote boog omheen liepen. In eerste instantie dan. Hè? En later. Ja, is die hardware wel beter geworden? Maar je kent wel hoe het hele verhaal afgelopen is. Anyway, het heeft nooit bij Microsoft en het bedrijf van Bill Gates, het ging nooit om kwaliteit. Het ging alleen maar over autoriteit. Microsoft moest en zou de dominerende partij worden op het gebied van operating systems. Dat was de bedoeling. Daar ging het om. Ze wilden één partij die het operating system zou leveren voor de personal computer... zodat zij altijd toegang hadden tot die personal computers. Dat snap je toch? Wat ze niet wilden was dat Jan en Alleman een eigen operating system zou krijgen. Helaas is dat wel gebeurd. En dat, uh, daar konden ze dan niks aan doen, hè? Dat is Linux. Of Unix moet je zeggen. Dus iedereen die momenteel een Unix computer heeft, die heeft echt een eigen computer. En de rest is uh, ja, allemaal overgenomen. Dus als jij een Windows computer hebt, dan in principe kan Microsoft alles. We kunnen zo je e-mails lezen, als ze dat willen, natuurlijk. En ik, zit, uh, ik heb dan een Macintosh en dat is precies, uh, precies hetzelfde verhaal. He, die rare man van de, de globale verwarmingshoax. Uh, voor de gekhouderij. Uh, weet hij ook alweer? Die, uh, van een Inconvenient Truth. Weet die man ook alweer? Dat is zijn naam nu met de binnen. Die lange man die nog wel even van werd beticht dat hij uh, bloed dronk. Weet die engert nog ook alweer? Maar die, die werd er bij Apple naar binnen gehaald. Inconvenient truth van. Ja, jullie weten het. Jullie... <laughs> Verschrikkelijk. Het is, het is gewoon, ik wil die man zijn naam ook niet kennen. Ik ben een zo'n enge fan. Anyway, Apple heeft. Ja, ik heb een e-mailaccount bij Apple. En dan ga je mij niet vertellen dat Apple dan niet de mogelijkheid heeft om al mijn e-mails te lezen. Tuurlijk wel. Al mijn e-mails e staan in, ergens in. Ik weet niet waar. Maar die staan ze daar. En als ik ontwikkel. Mijn compiler en alles. Ja, dat is allemaal van Apple. Het is allemaal wel gratis, maar het is allemaal van Apple. En dat is natuurlijk wat ze allemaal willen. En zo houden ze dus een grip op de samenleving. En. Ja, privé-initiatieven, particuliere initiatieven. Uh, die worden wel toegestaan. Maar worden ze succesvol, dan woe, dan komt iemand langs. En dan krijg je een contract, en dan mag je tekenen, en dan is het over. Met jouw zelfstandigheid. Dan ben je een deel van het grotere geheel. Zo dat credo van de Borg. Uit uh, Star Trek. Uh, de Borg die, die zeggen dan... Uh, we will assimilate. Dus ze nemen over. Dat is wat de Borg doet. Assimileren. Dus, uh, dus je wordt geassimileerd. Dus je blijft je eigen identiteit behouden. Maar je, je handelt voortaan vanuit... Uh, Grotere perspectief of het algemenere belang. En het algemene belang, dat wordt dus bepaald door die jongens en meisjes van de wereldorde. Het vroegere Babylon, en dat is toen in Egypte had je het ook. Babylon, Egypte is een beetje hetzelfde. Dat is naar Griekenland gegaan en dat kwam in Italië terecht. En toen hebben ze het christendom overgenomen. Toen werd het de katholieke kerk. Dat betekent de universele kerk en dat is het nu nog steeds. Alleen is het nu ja, zit die politieke tak. Die zit in Washington DC, die is heel sterk natuurlijk. En het financiële systeem hebben ze ook helemaal in handen. En dat is de openlijk wordt het financiële systeem gerund vanuit Londen. Maar achter de schermen zit het voornamelijk, dacht ik in Zwitserland. Eigenlijk zit het Hele spulletjes, een beetje in Zwitserland. Denk ik. Maar zo wordt de wereld gerund. En de economie, dat is, een, dat is een spel, dat is al klaar. En wat je kan doen is, ja, je kan gaan werken voor de grote companies. Je kan niet als zelfstandige een zelfstandig iets op gaan zetten. Anders dan dat je een, een kleintje blijft en dat je heel hard mag werken. En dat je mag hopen dat je weet te overleven in een maatschappij waarbij ze de veranderingen desnoods verzinnen. En die veranderingen moet je steeds aan blijven voldoen. Dat is dus ook een slavenbestaan, wil ik maar zeggen. Wat ik nu heb is ook niet echt uh, heel hoogstaand in de zin van zelfstandig. Ik ben ook volledig afhankelijk. Alleen wat ik nu heb, vind, dat vind ik dan zo fijn, is dat ik in elk geval nog mijn eigen baas ben. En in die zin dat ik zelf echt wel, uh, ja ik zeg gewoon, uh, zo maak ik die toiletten schoon. En, uh, ik ben degene die het daar doet. Dus ik weet heel veel details. inmiddels. Dus dan ben je... Ja, dan heb je wel iets van een zelfstandigheid. En ik krijg keurig betaald. Zo. Niet om uh, multimiljonair van te worden, natuurlijk niet. En het is keurig betaald. Daar kan ik het echt van doen. En het staat goed op mijn cv, ja. Maar niks aan de hand. Fijn hoor, dat ouderen worden. Dat je. Aan de ene kant ben je dan die, die dromen en die hoop en al die glorieuze ideeën en dat, dat is dan voorbij, hè? En dat geeft lekker rust in de tent. Ik denk, ja, moet je. En helemaal niet dat ik dan nu denk van, nou, er is niks meer te gebeuren of zo. Dan heb ik helemaal geen zimmer in, omdat ik een soort lethargische depressie krijg of zo. Nee. Ik geniet met volle teugen, man. En voordat ik het vergeet, wat ik dus ook had in mijn leven, zo'n droom. Dat was de droom en die heette een vrouw aan mijn zijde. Nou, dat is voorbij. En Net als die idee van ik, heb een, ik ga een softwarebedrijf en ik maak die eigen taal. Maar dan, dan ga ik reizen en dan ga ik lezingen geven in Amerika. En dan ga ik mensen vertellen hoe ze. Ik had nog niet al wat uh, ideeën, pijlen op mijn bogen. En ik denk, het zou nog steeds kunnen gebeuren dat ik over een tijdje uitgenodigd word om een lezing te geven, en uit te leggen wat, uh, hoe het in elkaar zit. Want ik weet een aantal dingen. Het zou nog steeds kunnen. Maar ik ben niet meer zo in die business. Blah, 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 blah. En zo is mijn vrouw ook. Het zou nog steeds kunnen hoor. Dat, ik, dat er over een tijdje een vrouw op mijn pad komt. Of misschien al een vrouw die nu al in mijn omgeving is. En, en dat het wat gaat worden. Dat zou kunnen. Maar het hoeft niet meer... Dat is, het, dat is het lekkere. Ik ben erachter dat de vrouwen waar ik tot nu toe wat mee heb gehad, die zagen mij als een object. Als iemand die. Ja, ze, ze gingen ze maar af op de uiterlijkheid. Ze gaven niet om mij. Nee, ze gaven om dat wat ik voorstelde. Ze hadden een idee van. Uh, oh, Perry, uh, oh ja, die doet dus dat en dat. En hij is heel erg slim. En. Uh, en, uh, oh ja, en dan verdient hij veel geld. En, uh, oh, en een mooie auto. En. Uh, zo dus. Oh, dan kan hij ook wat dit doen. Oh, dat is wel handig als je dan zijn vriendin bent. Want dan. Uh, Hoef je maar in je vingers te knippen en dan is dit geregeld en dat geregeld. Oh, zo'n man wil ik ook wel. Dus Zoals wel gezegd wordt van mannen die dan naar een vrouw kijken als een lustobject. En helemaal niet geven om die vrouw. Maar denken van, nee, wel lekker neuken. Zo keken vrouwen naar mij. Van, uh, dat ze helemaal niet om mijzelf gaven. Maar alleen maar dachten. Ja, maar wel lekker handig. als uh, sociale status ding. En ik zag er ook niet lelijk uit. Ik ben nog steeds niet een lelijke man. Als je dan jong bent. heb je al een jaar nog. En, ja, je kent het allemaal wel. Ze, ja, ze konden ook met mij voor de dag komen. En. En op dat moment dat het dan allemaal zo is, dan laat je je dat allemaal maar gebeuren. En dan vind je het eigenlijk stiekem nog wel leuk ook. Dat je... Ja, dan vind je het eigenlijk wel prettig om als object te worden beschouwd. Omdat je dan als object toch wat voorstelt. Ik doe nu even mezelf te psychoanalytiseren. Maar het is helemaal niet leuk om als object te zijn in de ogen van een ander. Die drie, ik heb maar drie serieuze relaties gehad. En achteraf denk ik uh, verspilde tijd. Met, met de uitzondering van het feit dat ik ervan geleerd heb. Ja, als je dat natuurlijk niet meemaakt, dan weet je het ook niet. Hè? En met uitzondering van het feit dat ik nu uh, een dochter heb. Ja, dat is natuurlijk ook niet het aller. Uh... Ja, mijn dochter is inmiddels twintig en uh, die gaat gewoon lekker de eigen ding. En... Dat vind ik allemaal wel best. Dus zo heel belangrijk is het dan ook weer niet. Maar toch heb je dat allemaal meegemaakt. Ja, dat is toch wel leuk. En we zijn nog niet klaar, dus mijn dochter en ik. He, onderling, dus nog wat een en ander uit te knobbelen. En dat vind ik ook wel heel erg leuk. En ik, kan heel, ja, en ik kan er met heel veel plezier op terugkijken dat ik mijn rol als vader. dat heb ik heel goed gedaan. Het is geen opschepperij, dit is de waarheid. Ik heb gekeken naar hoe men het zo al deed met kinderen. En dan kan ik zeggen: nou, ik deed dat goed. Ik heb er nooit complimentjes voor gekregen hoor. Dit geef ik mezelf eventjes mee. Maar ik weet wat voor blunders, van fouten anderen gemaakt hebben. En daar heb je mij niet op kunnen betrappen, op dat soort dingen. Ik heb mijn kind lekker vrijgelaten en veel geleerd. Mijn kind heeft een taalbeheersing, jongen. Wow. En dat heeft ze niet van de moeder, dat heeft ze van mij. Dus dat is eigenlijk het enige wat die al die ongelooflijk saaie. ...toestanden met die vrouw en mij hebben opgeleverd. En ik had maar het idee van... ...ik wil een vrouw aan mijn zijde... ...en dan gaat ze dit doen en dan gaat ze dat doen... ...en dan wow en dan geweldig... En... ...maar dat is helemaal niet gebeurd. En een ezel stoot zich in het algemeen... ...geen twee keer aan dezelfde steen. Waarmee ik dus dommer ben dan een ezel... ...want ik heb mij drie keer aan dezelfde steen gestoten... Om die anderen nog maar. Uh, ja, ik heb ook nog wat. Niet veel hoor, maar. Wat van die half-half relaties gehad. Twee of zo. Die kwamen dan niet echt goed op gang. Maar daar had je dan ook weer verwachtingen van. En nou is dat helemaal niet meer. Dat is. We zijn zo ja, ben ermee klaar. Dat is het. Ik vind het helemaal niet meer belangrijk. En vroeger wel, hè. Ik weet hem al dat ik ongelooflijk gehecht was tijdens dat huwelijk aan het zijn van de vader van de familie was ik weer de pater familias op zijn latijns. Wat ik alleen maar was in mijn eigen ogen volgens mij, want ja die moeder, die, die vond mij wel uh, een object, een object uh, die moest zorgen wat er te pinnen viel. Meer niet. Maar ik voelde me geweldig bij het idee dat ik een gezin draaiende hield. En dan raak je dat kwijt als een scheiding... en dat, dat had me toch echt wel behoorlijk aangegrepen. En nu denk ik van... jonge, jonge, jonge... wat heb je nou druk lopen maken? En na de scheiding... wilde ik ook wel heel graag weer opnieuw... dan toch weer voor een vrouw zorgen. En dat zit in een man... zijn genen ingebakken... Hè? dat hij graag... Voor een vrouw zorgt. Ja, dat heb ik helemaal niet meer. En dat is een opluchting van je welste. Dus nu kan ik uh, omgaan met vrouwen zoals ik omga met mijn vriend Wim. Mijn vriend Wim, Wim Kruidertuin, ja, die zie ik als mens. En zo ga ik met vrouwen om. Want het zijn gewoon mensen. Vrienden, zullen we maar zeggen. Ik heb zo'n vrouw op het werk. Uh, hartstikke leuk mens. En onze humor. die, die zit behoorlijk. Uh, ja. ja, we kunnen erg lachen met z'n tweeën. Om niks, hè? Om een hele. Uh... Ja, wij weten allebei dat het werk wat wij doen. Ja, we zijn niet bepaald uh, hersenschirurgen of raketspecialisten of zo. We zijn maar gewoon de schoonmaak. En dan moeten we dan wel elke dag, elke werkdag naartoe. En. Ja, en... ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Bijvoorbeeld, dat was. Twee weken terug reden. hadden we elkaar s'morgens getroffen op het busstation. Want op vrijdag moet ik op dezelfde tijd gaan werken als zij. En dan staan we s'morgens op het busstation met z'n tweeën. En zij rookt, en dan staat zij altijd te paffen. En dan hoeven we maar te werken tot twaalf uur, smiddags. Dus we moeten om half acht met de, met de bus naar, de, naar die plek toe. En dan om twaalf uur smiddags middags met de bus terug. Ja, we zitten weer, weer samen in de bus. En dan komen we aan bij het busstation. En dan zegt zij zo heel droog: Van hè, waren wij hier vanmorgen nou ook niet al? Huh? Waarop ik tegen haar zei: Van ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? En dan moeten we allebei heel hard lachen. Om ons bestaan. Ja, is toch leuk. En vandaag was er iemand in het washok en die deed het verkeerd. En die had allemaal regeltjes, er zijn heel veel regeltjes. Maar het er maar niet zoveel voor, maar het zijn allemaal regeltjes. En die man hield zich dus niet aan twee regeltjes. En bij, ik had dat al gemerkt. Ik had die man al eerder bezig gezien in het washok. Hij was een nieuwe. En vandaag was je er dus ook en dan was zij er ook even en wij lopen naar het bus en zij tegen mij ja wat is er voor mafketel ik zeg ja ik weet ook niet waar die vandaan komt ja ze zegt maar hij deed het helemaal fout ik zei, ja zitten de vorige keer ook al toen ik hem zag dat was afgelopen dinsdag dan, en dan gaan we er even lekker over zitten roddelen en dan zeg ik tegen haar van ja en we gaan die zaak helemaal tot op de bodem uitzoeken <laughs> wat moet die man in ons washok waar komt die vandaan en wie is dat dan? En wie heeft hem die toestemming gegeven? Dan hebben wij weer wat belangrijkste te doen. Dus het contact met vrouwen is dan ook zo lekker, heerlijk rustig, zonder verwachtingen, zonder helemaal niks. Met haar kan ik lachen, zij rookt gezellig. En dat vind ik wel gezellig. Ik rook ook wel eens af en toe. Nou dan. Nee, het is fijn om ouder te worden. Ik heb er echt zin in om het nog ouder te worden. Straks kan ik dan zeggen: ja, ik ben al 70 hoor. En hoe zou het dan zijn? Volgens mij is het dan nog leuker. En dan je helemaal als je 80 bent, dan krijg je zo'n zo krom lichaam. Dan ben je zo'n oude knar. Voor mij is dat nog leuker, denk ik, vermoed ik. Maar uh, ja, nu ben ik het nog niet. Nu ben ik nog maar zestig. Maar binnenkort eenenzestig, hoor. <laughs> nee, ik lach me kapot. Het is mooi. Het, is, het leven is mooi. Dat is het hele ding. He, ik dacht dan dat ik in het leven allerlei dingen moest, en dat het zo hoort. En dat, en dat is helemaal niet zo. Het leven zoals het is, in mijn geval dan, is hartstikke mooi. Ik ben niet jaloers op niemand niet. Er zijn wel mensen waarvan ik denk: oh, erm, wat, wat lullig en uh, daar heb ik echt wel mee te doen. Dat is aan de andere kant, hè. Maar de meeste mensen die ik ken, nou, die hebben eigenlijk ook, nou, ze zitten wel te zeuren, maar dan, die mensen denk ik eigenlijk, maar ja, je moet gewoon niet zeuren, want je hebt best een goed leven. Je moet niet zeuren. En ik zeker niet. Ik heb geen reden. Nou, en zo tevreden zeg ik tegen jullie. In de hoop dat ik jullie een beetje geïnspireerd heb. En alle angst voor de ouderdom. En al die kwaaltjes die er behoren. En uh, allemaal weggenomen. Het wordt alleen maar leuker. Knoop het in je oren. Van achteren en van voren. En dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. En dag lieverds.